De relaties van Afro-Surinaamse mannen zijn over het algemeen niet stabiel. Een van de stellingen die geponeerd is op de 7e Clark-Eckert-lezing gisteravond. De inleidster op de lezing was de voorzitter van NAC, Siegmin Staphorst. Het thema was de positie van de Afro-Surinaamse man in het Suriname van vandaag. Volgens Staphorst is er een historische verklaring voor de stelling. En die verklaring is dat veel tot slaafgemaakte Surinaamse vaders, slavenvaders eigenlijk, in de slavenperiode gescheiden werden van hun gezin en apart werden verkocht. Ja? En dat is dan een belangrijke reden waarom dus de mannen geen echte goede partnerrelatie hebben kunnen ontwikkelen met hun vrouw en met hun gezin. Dat is dus een verklaring die je zou kunnen accepteren. Clark Akkord, naar wie deze lezing vernoemd is, stimuleerde met zijn programma Black Ink het zwart bewustzijn. Hij schonk vooral aandacht aan de zwarte mens. De ontwikkeling van de zwarte vrouw gaat hard, maar hoe zit het met die van de zwarte man? Staphorst ging ook in op de rol van de Afro-Surinaamse vader. Bij veel van de huishoudens die een gevestigde patroon hebben, is de vader afwezig en worden deze gedomineerd door moeders en grootmoeders. In een groot deel van de gezinnen is de vader afwezig. Vanwege het feit dat hij in een ander gezin woont en een bezoekersrelatie onderhoudt met diverse moeders. Of vanwege het feit dat hij bij zijn moeder woont. Dat kennen we ook, toch? De opvatting leeft dat de slavernij ervoor heeft gezorgd dat veel mannen van meerdere sociale klassen worstelen met hun poging om goede vaders te zijn. In de slaventijd, zegt men, waren mannen alleen maar om kinderen te maken, slavenkinderen te leveren, zodat de slavenmeesters weer een nieuwe productiefactor hadden, arbeid. En die mannen werden dan beroofd van hun recht om een vader te zijn. Siegmin Staphorst, de inleidster op de 7e Clark-Eckert-lezing gisteravond, gehouden in het park. Volgens Staphorst zijn er door de eerder genoemde redenen geen vaderschapstradities ontstaan. Dit probleem komt nagenoeg in alle klassen voor bij de Afro-Surinaamse mannen.